er stond ook niks in de voorspellingen dat Dagmar en Rianne vandaag de kaart het jaarwoord zouden geven. Dat hun liefde vandaag de mooiste woorden gaat krijgen en deze vanaf vandaag wordt bezegeld met een jaarwoord. Ik zou graag zeggen wil dat jij de mooiste bent, de liefste, de gekste van ons twee. Dat ik je niet missen kan, is als je gaat, dan ga ik mee. Dat jij mijn licht bent in het donker, mijn maatje, mijn plus één. Dat jij mij kent als niemand anders. Maar dat weten jij en ik alleen. Dat ik je zo bijzonder vind. Dat ik je zelfs boos nog niet vind. Maar liefst heb ik je toch blij. Here with the sun on our backs, it's all we need. En dat ik met elke vezel van mijn lijf zo zeer veel van je hou. Ik wil het van de dagen schreeuwen, maar ik zeg het vooral graag tegen jou. Op een avond komt Rianne bij ons langs om te praten over een verjaarscadeau. Op zaterdagavond. Maar ze kwam vragen of ze met Dagmar mocht trouwen. Mijn gevoelens en gedachten uitspreken vind ik nog steeds lastig, maar je hebt mij geleerd hoe ik met deze onzekerheid om kan gaan. Je bent niet alleen prachtig met je stralende ogen, je rustgevende glimlach. Maar juist de manier waarop je denkt te spreken, bewonder ik. Je bent anders en dat wil ik positief. Ga je maar op. Oh, weer mooi schat. Oh, je bent echt prachtig. Hey. Jij bent mooi. Oh, die die sluier, jeetje. Dit trilt helemaal. Ja, tuurlijk. Al adem. Ja, al adem. Het ziet er echt heel gaaf uit. Zo gevoelig, zo puur, zo onverstaanbaar lief. Je bent de liefste en ik wil alleen naar jou. Je hebt mijn hart, je hebt mijn ziel. En ik kan er niks aan doen dat ik zoveel van je hou. Ik ben ontzettend trots op de persoon die jij bent. Ik ben er trots op dat ik jouw vrouw mag zijn. Niet wachten om samen met jou de toekomst te hebben.
jou alle plichten te vervullen die de wet aan de huwelijkse staat verbiedt. Dagmar, wat is hierop jouw antwoord? Ja. Rianne, wat is hierop jouw antwoord? Ja, zeker. Dan verklaar ik als buitengewoon ambtenaar van de burgerstand van de gemeente Rummen dat vandaag, vrijdag 8 september, in het bijzijn van alle die hier lief zijn, Dagmar en Rianne door het huwelijk aan elkaar zijn verbonden. En het mag bezegeld worden met een kus en natuurlijk applaus. Kom je dan eindelijk bij Rianne terug? Eindelijk, ja. Zo'n voorbeeld van jou wel. Je hebt lang op haar moeten wachten. En in jouw ogen, lang na haar. Dagmar die wij allemaal kennen, trekt alles in twijfel. Alles? Ja, alles. Zelfs af en toe zichzelf. Stoere, getrouwde vrouwen